De Europese Unie en de provincie Drenthe investeren in het project Bio-Economie Drentse A. Hierin werken verschillende partijen samen om streekgebonden producten te ontwikkelen met nieuwe, duurzame verwerkingsketens. Wij staan op dit moment bij het demoveld. En het demoveld is bedoeld om boeren, burgers en buitenlui, om het zo maar eens te zeggen, te informeren over de granen en andere gewassen die hier geteeld worden, die in de loop der jaren uit het bouwplan van de Drentse boer zijn verdwenen. En met dit project willen we proberen om de aspecten die vroeger belangrijk waren, om die weer terug te brengen. Dus wij willen enerzijds de kringloop bevorderen, anderzijds de biodiversiteit ook weer opkrikken. Nou, dat is belangrijk omdat we willen laten zien waar de boer tegenwoordig mee bezig is. Dus de boer die wordt al steeds bewuster. Maar ook de consument moet weten wat er gaande is. En de consument zal ook qua bewustwording ook een stukje verandering moeten laten zien. Om lokaal nieuwe producten op de markt te brengen, werken verschillende partijen samen aan het succesvolle Dubbel Drents brood. Voor ons is het belangrijkste, hoe ziet het brood eruit? Hoe eetbaar is het brood? Hoe consumeerbaar is het brood? En natuurlijk, als molenaar speel je daar ook een rol mee. Je moet natuurlijk hele mooie witte bloem maken enzovoort. Maar die boer moet ook zijn best doen. Je moet een enthousiaste akkerbouwer hebben, maar die ook verstand van zaken heeft. Want om lokaal te verbouwen, dat wil nog wel. Maar om de kwaliteit te krijgen, dat is wel moeilijk. Hiervan heb ik gisteravond een monster genomen. Die heb ik naar de molenaar gebracht, want die heeft een laboratorium om te onderzoeken of het goed genoeg is om er brood van te maken. Het is goed genoeg, dus vandaag kon hij eraf. En hij maakt er dus meel van. Brengt het naar bakkers hier in Drenthe. Dus dit tarwe, dat wordt hier in Drenthe weer verkocht als tarwebrood. Naast het graan, meel en brood zijn we ook op zoek naar verschillende ketens voor zuivel. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat verkend gaat worden wat de potentie is. Driekwart van de melkveehouders levert de melk aan Royal Friesland Campina. Maar dat is de gewoonte. Maar zijn er dan nog andere producten of stromen te bedenken op een melkveebedrijf of een akkerbouwbedrijf, zodat het lokaal geproduceerde product hier ook geconsumeerd kan worden? De circulaire economie zien we terug in een gewas zonder afval. We kunnen koolzaad telen, dat kunnen we verwerken en dat is geschikt voor mens en dier. De olie die kan de mens gebruiken om te bakken en te braden. Het restproduct is prima geschikt voor de vee. Dat hoeft niet uit Brazilië te komen of elders uit de wereld. Dus het is een hele korte keten wat wij kunnen doen zonder toevoegingen van houdbaarheidsstoffen of iets anders. We stimuleren het lokaal aanbieden van vlees van vee dat graast in onze prachtige natuurgebieden. We staan hier in de Strubben in Schipborg. We hebben een lekker groot perceel hier, goed extensief. Dus ze kunnen dit helemaal begrazen. Samen huren wij dit land van Staatsbosbeheer. Dat onderhouden onze koeien en wij zelf ook. We hebben dit stuk net gehooid, dus dat is de voervoorraad voor van 20 weer. Van het grote vee naar een kleine bestuiver. Staatsbosbeheer, het waterschap, landbouwers en imkers werken samen voor de bij. Ja, voor de honingbij, maar ook de andere insecten. Die dus nectar en stuifmeel nodig hebben gewoon om te leven. Is het belangrijk dat er een heleboel eten voor hen is en dan eigenlijk het hele seizoen. Het lokaal denken en het lokaal uitwerken, dat versterk je. We zijn met 3-4 bakkers begonnen. En op het moment, uit heel Drenthe, zijn er bakkers die zeggen van hey, dat vind ik een goed idee, daar sluit ik me bij aan. En dat is alleen maar goed. En des te breder als je dat op gaat zetten, en dat kan een fruitbedrijf zijn, dat kan een imker zijn, net als net je al aangegeven hebt. Dat is dus heel belangrijk. En dat alles komt samen op ons demoveld. Inspiratie voor inwoners, scholieren, consumenten, recreanten en akkerbouwers. Een veld waar we bijzondere gewassen proberen en testen en waar bezoekers kunnen ruiken aan de Drentse natuur. We hebben een speldbroodje, de Drentse kroon. Dat moet gewoon een begrip worden. Dat mensen, als mensen hierheen gaan, dat ze denken van we moeten even een Drentse kroon meenemen naar het westen.